In de vorige video was duidelijk dat ik de Pardoespop probeerde te vinden. Maar op het moment dat ik Pardoes probeerde te pakken, stond de echte Pardoes voor mijn neus. Ik had Pardoes stiekem mee naar huis genomen en in mijn kamer gelegd. En zelfs daar kwam hij gewoon mijn eigen kamer binnen. Waardoor mijn Pardoespop plotseling weg was. Zou het nog goed komen? Like en abonneer. Anders komt Pardoes naar je huis toe. Pardoespop is weg en ik weet niet wat dat betekent. Zou Hugo mij dat toch hebben gesnapt of zo? Oh, ik hoop maar niet dat hij boos op mij geworden. Ik ben er wel een beetje bang voor en ik vrees voor het ergste. Maar ja, laten we hopen op best. En ik hoop dat ik het nog kan rechttrekken. Want ik ben wel een beetje in paniek. En oh nee, kijk wie hem belt. Het is gewoon weer Hugo. Oké, laten we Hugo even opnemen. Ik denk dat dat een goed idee is. Hallo, Hugo, je spreekt met Delano. Hallo, Delano. Mij hou je echt niet voor de gek. Je hebt gewoon gelogen. Hoe zou je nou weer gelogen? Waar is de pop ineens? Pardoes was in je huis. Dat is niet zomaar. Oké, jij hebt misschien wel gelijk, maar hoezo is die pop nou weer zo belangrijk voor jullie? Ik heb hem letterlijk gekocht in de souvenirswinkel bij de Efteling. Ben je nou echt zo dom, Delano? Die verdomde pop is bezeten. Doe niet zo naar. Bezeten? Daar geloof ik helemaal niks van. Die pop beschermt je, maar er is meer aan de hand ermee. Oké, maar als de pop mij beschermt, dan is het toch juist goed? Je verdient het om vervloekt te worden. Je wil me gewoon vervloeken, waarom? Je had nooit het Efteling-ritueel moeten doen. Het is te laat. Oh my god, hij is dus boos op mij omdat ik het Efteling-ritueel heb gedaan? Oh my god, dit meen je niet. Oké, ik denk dat ik gewoon naar het bos moet gaan, want ik heb, ja, die pop beschermt mij. En die moet hij dus juist gaan zoeken. Want als ik die pop niet heb gevonden, heb waarschijnlijk Hugo in mijn huis. En misschien wel Pardoes, ik weet het niet. Weet je wat, ik ga die pop zoeken. Oké, guys, ik ben dus juist het bos in het lopen. Oh, het is overal slik, terwijl er wel mooie zonnetjes schijnt. Nou, dat is ook niet echt logisch hier, maar oké. In ieder geval, het is dus echt duidelijk carnaval hier op dit moment. Dus ja, mocht je ineens carnavalmuziek horen, dan ligt het niet aan mij. Ik ben gewoon een Brabant jongen. Deze, ik ben nu in Brabant, ik woon in België, maar daar gaat het even niet om. Wij gaan dus op dit moment even dingen opzoeken. Oftewel, Pardoes. En waar zou hij eventueel kunnen uithangen? Daar gaan we snel achter komen. Sorry voor het lelijke zonlicht. Maar ja, helaas, zonlicht kan soms best wel veel lelijke beelden bezorgen. Oké, dames en heren, ik heb even een tussenstop genomen. En oh my god, ik word gewoon letterlijk gebeld door Hugo. Je hoort waarschijnlijk niet en je ziet het misschien niet eens heel goed. Maar het is toch echt zo, mensen. Hugo belt me gewoon op. Oké, yo, Hugo, je spreekt met Delano. Ik weet dat je in het bos bent. Weet jij soms waar die Pardoes-pop is gebleven? Ja, ik weet helemaal niet waar die pop is. Hoezo? Ik weet het namelijk wel. Een tip. Je bent warm van de pop. Oh, ik ben warm. Dankjewel voor de tip, Hugo. Sinds wanneer geef je zo snel tips? Jij wil toch die pop vinden. Het is niet aan te raden. Maar ik help je nu een handje. Oké, nou helder. Dan ga ik er naartoe ook, hè. Nou, dankjewel, Hugo. En tot later. Sinds wanneer is Hugo zo geel geworden? Geen idee. Maar goed, we gaan erop af. Oké, er staat aardig wel wind. Maar het maakt niet uit. We gaan naar rechts, hè. Want je kunt deze kant op. Maar we kunnen die kant op. Maar we kunnen ook voor die kant. En ik denk dat het meest efficiënt is om dit pad helemaal af te gaan. Even de proef van bekwaamheid om even de berg te gaan beklimmen. Ik ben dus heel erg benieuwd waar ik ga uitkomen. Ik ga maar tegen het licht inzien, maar daar gaat het even niet om, jongens. Wij gaan dus nu op de plek af en ik ben dus heel erg benieuwd waar het kan zijn. Het is best wel een hoge berg, maar we gaan er gewoon lekker op af. Maar waar zou het eventueel kunnen zijn zelfs? Oké, guys, het is voor mij zover, want achter mij moet dus namelijk liggen. Laten we even op af gaan lopen, want oh my god. Maar waar zou Pardoes dan eventueel kunnen zitten? We gaan er echt snel moeten achterkomen, want ik weet het echt niet. Ik zie dat we hier van die twee boomstongen liggen en hier is beter een open. En hey, wat krijgen we nou? Ik vind het gewoon letterlijk Pardoes hier. Oh my god, laat ik Pardoes even meegenomen. Dit is het dan. Pardoes. Wat een leuke pop is het ook. Dat moet ik wel even nageven. Goed, laat ik Pardoes even meenemen. Oh my god, daar is iemand. Oké, snel stoppen. Ze mogen mij niet zien. Oh my god. Ik ben als goed heel goed verstopt in de boomhollen. Dat is gewoon Pardoes. Oh my god, wat doet Pardoes daar zo? Letterlijk. Oké, dit vind ik wel heel erg scary dit. Laat ik snel weer terug naar huis gaan. Oké, guys, ik had dus juist een heel gesprek gehad met Hugo en het begon dus namelijk zo. Zo, Delano. En heb je de pop gevonden? Waarop ik zoiets even, huh, waarom vragen dat ineens? Ik bedoel, hoe weet je dan weer dat ik die pop heb gevonden? Nou, oké, Hugo, kijk eens. Hier is de pop achter mijn bureau. Wat vind je er nou van? Ik hoop dat een mooie pop vindt. Ja, ik vind het een leuke pop. Dankjewel. Maar die moet ik dus wel bij me houden om deze gewoon om mezelf te beschermen erin. Ik zei zo tegen Hugo, gaat je niks aan. Want ik bedoel, hoezo moet Hugo dit nou weer weten? Ik snap er letterlijk niks van. Hugo hoort het helemaal niet te weten. Het gaat er gewoon helemaal niks aan ook. Toen zei Hugo tegen mij, ik zou maar eerlijk zijn als ik jou was. Anders word je misschien wel vervloekt. Oh nee. Oké, mensen. Dus Hugo wil me gaan vervloeken. Dat dacht ik mooi even niet. Hugo, je gaat me niet vervloeken. Je laat me gewoon met rust. Ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. Maar nee, Hugo zit me gewoon blijkbaar iedere keer te stalken. En is die pop dan echt zo bezeten? Ik snap er helemaal niks van. Dus ik zei zo tegen Hugo, nogmaals, dit is zo cap. Dit heb ik letterlijk gezocht in een souvenirswinkeltje. Hoe kan het vervloekt zijn? Inderdaad. Ik bedoel, het is niet dat ik een of andere rare shop heb gekocht. Nee, gewoon letterlijk een souvenirswinkeltje die gewoon iedereen kan vinden. Dus doe niet zo moeilijk. Toen zei Hugo tegen mij, ik waarschuw je. Die pop beschermt je misschien wel. Maar Pardoes is hier niet zo blij mee. Oké, die begrijp ik niet helemaal. Oké, als de pop mij beschermt, waarom dan ineens zo misgunnerig doen? Waarom zo achterbaks doen? Ik snap er helemaal niks van. Ik bedoel, het is toch juist goed dat die pop mij beschermt dan? Ik begrijp het niet helemaal. Ik weet dat Pardoes hier een paar keer geweest is, maar die zag niet heel kwaadaardig uit. Maar wel een beetje eng. Dus ik vroeg aan Hugo, hoezo is Pardoes
is hier dan niet zo blij mee? En toen zei Hugo tegen mij, je zit namelijk in haar ziel. Hoe kan ik in haar ziel zitten? Of hoe kan die pop ineens in haar ziel zitten? Ik snap er helemaal niks van. Oké, ik heb die pop aangeraakt, maar is dat misschien één op de zoveelste exemplaren die gewoon vervloekt is? Maar alle poppen die daar liggen die gewoon niet vervloekt zijn, is die ene pop die er lag gewoon vervloekt? Misschien wordt die nog nooit verkocht, weet je wel. En ben ik de eerste die die pop gewoon heeft verkocht, de vervloekte. Ik weet niet of het zo is, hè, maar het zou goed kunnen. Al ga ik er niet vanuit namelijk. Dus ik zei ze tegen hem, alsof Pardoes kwaadaardig is. Kom aan jongens, Pardoes is toch hartstikke leuk. Ik bedoel, die gaat bij iedereen op de foto. Er staat altijd een hele fanbase voor haar. Pardoes is een leuke, leuke meid, oké? Om met de foto te gaan. Iedereen vindt het leuk. Iedereen vindt het een leuke iets, ja, symbool. Ik weet niet wat ik moet over zeggen, maar goed. Hugo zei tegen mij, geloof me, in de Efteling misschien wel, maar dat is een vriendelijke Pardoes. De kwaadaardige zit niet eens in de Efteling. Hoe weet hij dat de kwaadaardige niet eens in de Efteling zit? Ik bedoel, hè? Wat bedoelt hij nou weer? Ik bedoel, ik heb die Pardoes letterlijk in de Efteling gekocht, dus wat is er voor cap en wat is er voor onzin? Ik zweer het je, sommige mensen kunnen zo'n onzin praten. Ik snap er gewoon letterlijk helemaal niks van. Mijn vraag is helder, maar wat nu? Wat is je punt? Want ik wil wel even weten tot het punt komen wat hij nou mee bedoelt, want dit is niet de bedoeling volgens mij. Toen zei Hugo tegen mij, je gaat het vannacht meemaken als je niet snel de pop wegdoet. Huh? Wat ga ik vannacht meemaken dan? Dat ik in bed lig en dat ik wakker word en dat ik gewoon mijn dag ga beginnen? Of wat ga ik meemaken? Leg eens even iets meer uit. Het is te laat. Gezien je de pop aangeraakt hebt, ben je één van Pardoes. Één van Pardoes zijn er meerdere. Is er een hele Pardoes-leger? Ik snap er helemaal niks van. Tenzij je de pop weet te beschermen. Nou, als ik die pop wil beschermen, hier ligt hij dan. Oh, oké. Ik wil niet dat iemand aan Pardoes gaat zitten. Ik ga hem beschermen. Niemand zit aan Pardoes, oké? Dus ik zei ze, oh echt, maar wat moet ik nu doen? Als je nou vriendelijk was geweest, had ik je nog geholpen. Maar je hebt je kans voor goed verpest, zegt Hugo tegen mij. Ik heb niks van gedaan. Oké, ik ben misschien niet heel vriendelijk geweest, omdat ik het een beetje raar vind. Hij begint ineens heel raar tegen mij te praten. Ja, duh. Tuurlijk word ik dan een beetje achterdochtig. Dus mijn vraag aan Hugo, oké, maar waarom zo gemeen? En toen zei Hugo tegen mij, Delano, ik beëindig het gesprek. Je ziet het vannacht wel. Goodbye. Oké, mensen, ze moeten even wachten tot het s'nachts is. Oh my god, ik heb helemaal geen zin in nu. Ja, één ding is wel, ik ben zwaar en zwaar in paniek. En ik weet gewoon even, en kijk eens mensen wie me belt. Het is gewoon weer Hugo. Hugo belt me gewoon letterlijk op. Weet je wat we gaan doen? We gaan Hugo eens opnemen en eens even kijken wat Hugo tegen mij te zeggen heeft. Yo, Hugo. Je bent in gevaar. Je bent niet veilig in je eigen huis. Hoezo ben ik niet veilig in mijn eigen huis? Wat is er nou voor iets raars? Hoezo zeg je dit tegen mij? Je gaat het nog wel meemaken, Delano. Je hebt toch beveiligingscamera's hangen in je eigen huis. Wat ga ik meemaken? En ja, ik heb securitycamera's in huis zetten. Hoezo? Ik zou de beelden maar eens heel gauw checken als ik jou was. Dit is voor jouw eigen bestwil. Hoezo moet ik er nou mee checken? Ik bedoel, er is niemand in mijn huis. Ik heb nog niemand binnen horen komen. Omdat Pardoes heel stilletjes naar binnen kan komen zonder dat je het doorhebt. Ja, Pardoes is een stille glijpert. Oké, heel duidelijk in ieder geval. Maar, weet je, ik zie het vanzelf al voorbij komen. Dag! Oh, ik heb echt helemaal geen zin in Hugo op dit moment. Ik zweer het je. Dat Hugo zo gemeen is. Ik snap er helemaal niks van. Dus ja, maar in ieder geval, ik moest de camerabeelden checken. Ik ga er eens even mee beginnen. Ik begin eens bij de voordeur. Helemaal niks. Dus wat is er voor onzin, Hugo? Dan ga ik naar de woonkamer toe. En bij de woonkamer is ook helemaal niemand. Duidelijk. Dan ga ik naar het trappenhuis in de gang. En daar is helemaal niemand. Wat een verrassing. Dan ga ik eens boven kijken. En ook daar is helemaal niemand. Dan ga ik eens even in de slaapkamer van mijn moeder kijken. En zelfs daar niemand te vinden. Dus Hugo, wat is nou weer je punt? Want als ik nu weer terug ga naar de woonkamer... De deur is open. Huh? Zou hij dan toch gelijk hebben? Het is al avond. Het is al super laat. Ik hoorde ook helemaal niemand binnenkomen. En... Oh nee, Pardoes is gewoon letterlijk in de woonkamer. Wat? Pardoes zit gewoon letterlijk in mijn huis. Hoe is dat weer mogelijk? Oké, hij is ineens weg uit mijn huis geglitcht. Laat ik even verder gaan kijken. En... Nee, dit meen je niet. Pardoes staat gewoon letterlijk hier in de gang beneden bij het trappenhuis. Wat is er voor iets raars? En ook hij glitcht daar weer weg. Of zij, ik weet niet wat het is. En nu is Pardoes ineens boven. Ik snap er letterlijk helemaal niks van. Oh nee, Pardoes is gewoon letterlijk boven. Oké, ik weet even echt niet wat ik moet doen, man. En ineens is hij daar ook weg. En... Ik zit in de slaapkamer van moeder. Wat de hel? Ik snap er ook helemaal niks van. En de camera's zijn uitgevallen. Ik zweer het je. Dit is echt niet best. En... Oh my god, guys. Pardoes staat er gewoon letterlijk in mijn kamer alweer. Oh nee, ik zweer het je. Is niet goed. Oh, ze lijkt me zo af. Huh? Ze is ineens weggeglitcht. Hoe kan dat nou weer? Oké, dit is wel een beetje heel erg raar. En... Nee, de pop is weg. Oh nee, ik weet even niet meer wat ik moet doen. Zou Hugo dan toch gewoon gelijk hebben gehad? Of hoe zit dat nou weer? En Hugo belt me gewoon weer. Als je het weer over de duvel hebt, laat het dus even opnemen. Yo, Hugo, mee met Delano? Kom naar mijn huis toe en schiet op. Bij 1000 likes post je de video. Oh nee, dit meen je niet. Mensen, like en deel voor deel 2, man.